Hartelijk welkom bij Door de Bijbel. Een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 163. We hebben de vorige keer maar een paar verzen besproken, alleen de eerste drie van Leviticus 11. Vandaag komt de rest van dit hoofdstuk aan de orde. In dit hoofdstuk zien we een overgang. Tot nu toe ging Leviticus over de priesters en de offerdienst. Vanaf hoofdstuk 11 komen praktische levenswetten voor het volk Israël aan de orde. Het begint met voedsel voor de mensen. Welke dieren zijn goed om te eten en welke niet? In deze wetten zien we hoe God als een vader zorgt voor zijn kinderen. Zoals goede vaders in onze tijd erop toezien dat hun kinderen gezond en voldoende eten, zo heeft de Heere God ook het goede voor zijn volk op het oog. Uit de geschiedenis is gebleken dat mensen die deze voedselwetten opvolgden, in het algemeen veel gezonder bleven dan anderen. De Heere, de schepper van de mens, weet exact wat goed is en wat niet. Uit het Nieuwe Testament blijkt dat ons lichaam een tempel is waar de Heilige Geest in woont. Om die reden is het ook nu belangrijk om zorg te dragen voor ons lichaam en dus voor wat te eten. Een belangrijke regel die de christenen verder meekrijgen met betrekking tot voedsel is dat alles wat we doen om de eer van God moet gaan. Als we voor andere mensen een struikelblok zijn door wat we eten of drinken, dan doen we dat beter niet, ook al voelen we onszelf vrij om het wel te doen. In hoofdstuk 11 spreekt de Heer tot Mozes en Aaron samen. Als priestes was het voor Aaron een belangrijke taak om te beoordelen wat rein of onrein was. In de komende hoofdstukken komen vooral de wetten die hier betrekking op hebben aan bod. In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de Heer aan het begin van Leviticus 11 Mozes en Aaron de opdracht geeft om te spreken tot het volk Israël. Het onderwerp waar ze het over moeten hebben is het al dan niet eten van de soorten dieren. Het volk mag niet alle dieren eten. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen reine en onreine dieren. De eerste groep dieren die wordt genoemd, zijn de landdieren. God bepaalt welke levende wezens uit de landdieren gegeten mogen worden. Het zijn de dieren met gespleten hoeven die herkouwen. Er bestaan ook landdieren die maar één van de twee kenmerken hebben en daarom mogen die niet worden gegeten. Herkouwende landdieren met gespleten hoeven zijn per definitie planteneters. Maar er bestaan ook planteneters die niet voldoen aan het tweede kenmerk, die dus geen gespleten hoeven hebben. Leviticus 11, versen 4 tot en met 8. Maar deze dieren mag u niet eten, van die die alleen herkauwen of alleen gespleten hoeven hebben. De kameel, want die herkoudt wel, maar heeft geen gespleten hoeven. Die is voor u onrein. De klepdas, want die herkoudt wel, maar heeft geen gespleten hoeven. Die is voor u onrein. De haas, want die herkoudt wel, maar heeft geen gespleten hoeven. Die is voor u onrein. Het varken, want dat heeft wel gespleten hoeven. De hoef is in tweeën gespleten, maar het herkoudt het gekoude niet. Dat is voor u onrein. Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers niet aanraken. Ze zijn voor u onrein. Het eerste dier is een kameel. Waarschijnlijk wordt de eenbultige kameel bedoeld, ook wel dromedaris genoemd, omdat die vanouds in Arabië voorkwam. De tweebultige kameel komt vooral in later tijd voor. Een kameel heeft een maag met drie kamers en herkoudt zijn voedsel. Een kameel heeft kussenachtige voetzolen en elke poot heeft twee tenen. Maar het dier heeft geen hoeven en geldt daarom als onrein en mag dus niet gegeten worden. Dezelfde regel geldt voor de klipdas. Hoewel het dier zijn voedsel herkoudt, heeft het geen gespleten hoeven en is het onrein. De klipdas komt veel voor in de rotsachtige gebieden bij de Dode Zee en het Hermondgebergte. Een klipdas heeft geen hoeven, maar wel grote nagels. Hoewel het geen letterlijke herkouwers zijn... Hebben klipdassen magen met drie kamers die gevuld zijn met bacteriën, die helpen bij het verteren van planten? De jongen worden niet geboren met de bacteriën die ze nodig hebben om plantaardig materiaal te verteren. Die verkrijgen ze door het eten van de ontlasting van volwassen dieren. Het dier beweegt ook voortdurend met de kaken. Na de klipdas volgt de haas. Het dier herkoudt zijn voedsel, maar heeft geen zolen met gespleten hoeven en daarom is het dier onrein. De haas komt in Israël en omgeving voor in twee varianten. Het eerste type leeft in bosachtige onbewoonde gebieden, terwijl het tweede type in woeste en kale gebieden leeft. Ook de haas is letterlijk gezien geen herkouwer. Toch vertoont het dier overeenkomsten met de herkouwer, omdat het zijn uitwerpselen opnieuw opeet zodat de voedingsstoffen optimaler verteerd worden. Voor we verder gaan wil ik toch kort uitweiden over de klebdas en de haas. Want zoals ik al zei, ze zijn beiden volgens de huidige wetenschappelijke definitie geen herkauwers. Dat zorgt voor critici dikwijls voor problemen. De definitie van een herkauwer is als volgt. Herkauwers zijn herbivoren die hun eten, nadat het in de maag geweest is, nogmaals in de mond kouwen. Ze vormen de grootste onderorde van de ene hoevigen, met zo'n 200 soorten en meer dan 60 geslachten. Hoe zit dat dan? Ligt de Bijbel? Of erger nog? Staan er fouten in de Bijbel? Het antwoord is nee. De wetenschappelijke definitie van een herkouwer is veel jonger dan de tekst uit Leviticus. Dus daar hield de schrijver nog geen rekening mee. Hij heeft het trouwens ook over dieren die herkouwen, die dus op een of andere manier hun voedsel herkomen. Hij heeft het niet over herkouwers zoals we die nu beschrijven. De genoemde dieren herkouw wel degelijk hun voedsel op de een of andere manier. Woorden zijn belangrijk. Er staat niet herkouwers, maar dieren die herkouden. Na de haas volgt het varken. Het dier heeft wel gespleten hoeven, maar herkouwt niet. In vers 8 wordt met een afsluitende zin onderstreept dat kameel, klipdas, haas en varken niet geheten mogen worden. Het verbod gaat nog verder. De Israëlieten mogen geen kadavers van één van deze dieren aanraken. En als ze dit toch doen, raken ze besmet. Dit verbod moet ongetwijfeld praktische problemen opgeleverd hebben. Wat moet een Israëliet bijvoorbeeld doen wanneer zijn kameel sterft? Het dier moet toch opgeruimd worden? Het kan zijn dat men een tijdelijke onreinheid accepteert. Het is onaanvaardbaar om in onreine toestand tot het heiligdom te naderen. Dus in ieder geval is aanraking van het karkas van een onrein dier voor de die deelneemt aan de offerdienst strikt verboden. Is het mogelijk iets te ontdekken over de achtergronden van het onderscheid tussen reine en onreine landdieren? Het herkauwen geldt als kenmerk van de planteneter. Een ander aspect dat regelmatig terugkomt, is het verbod om bloed te eten. In Leviticus 11 houdt dit ook in dat vleeseters niet mogen geheten worden. Vleeseters eten namelijk het bloed van andere dieren. Daarmee treedt een specifiek kenmerk van de spijswetten naar voren: aandacht voor het leven en afkeer van de dood. Het is ook aanwezig in het gebod alleen dieren met hoeven te eten. Want in het algemeen zijn dieren met hoeven planteneters. Leviticus 11, versen 9 tot en met 12. Dit mag u eten, van al wat in het water leeft. Alles wat in het water, in de zeeën en in de beken, vinnen en schubben heeft, dat mag u eten. Maar alles wat geen vinnen of schubben heeft, in de zeeën en in de beken, van alles wat in het water wemelt en van alle levende wezens die in het water leven, die zijn voor u iets afschuwelijks. Ja, iets afschuwelijks zijn ze voor u. Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers moet u verafschuwen. Alles wat in het water geen vinnen en schubben heeft, is voor u iets afschuwelijks. Een volgende groep dieren die wordt behandeld zijn de waterdieren. Net als bij de landdieren wordt eerst een algemene regel gesteld: vissen met vinnen en schubben zijn rein. De regels gelden zowel voor zoetwatervissen als voor zeevissen. Daarna geeft de Heer aan welke waterdieren niet gegeten mogen worden. Alle andere waterdieren zijn streng verboden. Dat wil zeggen, alle waterdieren zonder vinnen en schubben. Dat zijn onder andere katvissen, palingen, garnalen, kwallen, krabben enzovoort. Deze dieren moeten voor de Israëlieten een gruwel zijn, en het is niet toegestaan het vlees van deze waterdieren te eten. In onze vertaling staat voor het woord gruwel afschuwelijk. In het Hebreeuws staat gruwel ook voor zaken die verband houden met afgoderij. Het gedeelte over de waterdieren wordt afgesloten met de herhaalde mededeling dat alles wat zonder vinnen of schubben in het water zwemt een gruwel is voor de Israëlieten. Het is opmerkelijk dat in dit gedeelte geen vissoorten genoemd zijn. De afwezigheid van onderscheidingen tussen vissen kan verband houden met de onbekendheid van de Israëlieten met de onderscheidingen bij waterdieren. In het Oude Testament staan geen onderscheidingen tussen vissen. Er wordt gesproken over de vissen en de grote zeedieren. De Israëlieten haalden vis uit de Middellandse Zee, het meer van Galilea en de Jordaan. Vis speelde een grote rol in Israël. Een van de poorten van Jeruzalem heet de Vispoort. Het was de poort waarop de vis uit de Middellandse Zee de stad werd binnengebracht. Aan het begin van het optreden van Jezus spelen vissers en visserij een belangrijke rol. De eerste discipelen van de Heer Jezus waren vissers. Jezus zei hen dat ze vissers van mensen zouden worden. Leviticus 11, versen 13 tot en met 19. En van deze vogelsoorten moet u een afschuw hebben. Ze mogen niet geheten worden. Ze zijn iets afschuwelijks. De arend, de lammergier, de monniksgier, de buizerd. Elke soort kiekendief, elke soort raaf. De struisvogel, de velduil, de meeuw. Elke soort valk, de steenuil, de visarend, de ransuil, de kerkuil, de kraai, de aasgier, de ooievaar. Elke soort reiger. De hop en de vleermuis. Deze versen hebben een andere opzet dan de voorgaande. Daar werd het gedeelte ingeleid met een vuist of basisregel over reine dieren. De vuistregel is hier afwezig. Onmiddellijk worden de vogels genoemd die niet mogen gegeten worden. Kenmerkend voor het geheel is dat de twintig opgezomde vogels, zelfs de laatste twee, hop en vleermuis, allen leven van aas of van levende prooien. Daarvan geldt, de dieren eten het bloed van andere dieren. Het eten van bloed is iets dat de heren niet wil. In de versen 13 tot en met 19 komen twintig vogels voor. Waren bij de vissen uiterlijke verschillen de indicatie voor rein en onrein, bij de vogels zijn het hun eetgewoonten. De onreine vogels voeden zich met dode landdieren, gevogelte en vissen. De namen zijn in de verschillende bijbelvertalingen niet altijd gelijk, maar er worden wel dezelfde dieren mee bedoeld. Als voorbeeld, de eerste vogel die wordt genoemd is de arend. In andere bijbelvertalingen komen benamingen tegen als adelaar, valengier of zelfs monniksgier. Dat de genoemde vogels allemaal in Israël te vinden zijn, is een bevestiging van het punt dat de wetten die de Heer via Mozes heeft gegeven, speciaal bedoeld zijn voor het volk en het land Israël. De Israëlieten moeten verschil maken tussen rein en onrein. Voor een gelovige is dat vandaag niet anders. Steeds moeten er beslissingen genomen worden over allerlei zaken in het leven van elke dag: over je gedrag en je houding, hoe je zult reageren, wat je wel en niet zult doen, thuis, op het werk, bij de studie, in de relaties met familie, vrienden en kennissen, en ook over God. Een mens moet een beslissing nemen over het wel of niet aanvaarden van Jezus Christus, het woord van God en het er naar leven. In spreuken 14, vers 12 staat. Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. Ben jij op de rechte weg? De weg die naar het leven leidt. Leviticus 11, versen 20 tot en met 23. Alle gevleugelde insecten die op vier poten gaan, zijn voor u iets afschuwelijks. Maar deze mag u wel eten van alle gevleugelde insecten die op vier poten gaan, en die naast hun poten een stel springpoten hebben om daarmee over de grond te springen. Daarvan mag u de volgende eten, elke soort veilsprinkgaan, elke soort sabelspringgaan, elke soort krekel en elke soort doornspringgaan. Maar alle gevleugelde insecten die vier poten hebben, zijn voor u iets afschuwelijks. In deze versen krijgt nog een andere categorie dieren de aandacht, de insecten. Het gaat niet om insecten in de wetenschappelijke zin van het woord, net zoals met de herkouwers. Nee, we moeten hier denken aan alles wat rondzwermt en krioelt. Het is alles wat in de zee, op het land en in de lucht rondzwarmt. Tot deze categorie horen ook andere dieren dan insecten. Voor Israël ging het om alle kleine dieren die kriolen. In het geval van vers 20 is het terecht om van vliegende insecten te spreken. Het is juist dit rondzwarmen en kriolen dat op symbolische wijze uitdrukt wat in strijd is met de bedoeling van de heren. Ten aanzien van het voedsel van Israël geeft de heren de voorkeur aan dieren die zich doelgericht voortbewegen. Krielende dieren vallen daar buiten. Natuurlijk is het zo dat de Heer deze dieren zelf gemaakt heeft en dat ze daarom niet verwerpelijk zijn. Wanneer de onreine dieren minder waardig zouden zijn, zouden ze in het Nieuwe Testament niet rein verklaard zijn. Waarmee niet gezegd is dat de spijswetten voor Messias beleidende Joden zijn afgeschaft. Wat met de verklaring rein symbolisch wordt uitgedrukt, is de meest zuivere weergave van wat God wil. De norm is dat vogels twee poten en twee vleugels hebben. Een dergelijke lichaamsbouw veroorzaakt een duidelijke en doelgerichte voortbeweging. Landdieren hebben vier poten en vissen hebben vinnen en schubben. Insecten wijken van bij de vogels gestelde norm af, doordat ze meer poten hebben en daarmee rondkrioelen. Om die reden zijn ze onrein. De springganen vormen een positieve uitzondering op deze regel. De reden hiervoor is dat het dier boven zijn poten dijen heeft, die tot doel hebben over de aarde te springen. De mazoreten en de oude vertalingen geven voor het woord springgaan de vertaling die de dijen boven de voeten heeft. Daarmee vertoont de springgaan overeenkomst met de vogel. Hij heeft een paar poten om mee te springen en een paar vleugels. Dit betekent dat hij wel aan de gestelde normen voldoet en als een rijndier wordt beschouwd. Uit het Nieuwe Testament weten we trouwens ook dat Johannes de Doper springganen en wilde honing at. Na de regel over rijne, vliegende insecten worden vier groepen sprinkkanen genoemd. Om welke sprinkkanen het nu exact gaat, is niet vast te stellen, en daarom vindt men voor de laatste drie soorten verschillende vertalingen. Het eerste type wordt wel als sprinkhaan vertaald, omdat dit woord voorkomt als algemene aanduiding voor de sprinkhaan. Van de sprinkhaan zijn 15.000 soorten bekend, waarvan er vele in het Midden-Oosten voorkomen. In het Oude Testament worden ook verschillende namen gebruikt. De variatie tussen de verschillende Nederlandse vertalingen geeft al aan dat er onduidelijkheid bestaat. In vers 23 wordt onderstreept dat alle andere insecten absoluut niet mogen gegeten worden. Leviticus 11, versen 24 tot en met 28. Door deze dieren verontreinigt u uzelf. Al wie hun kadavers aanraakt is onrein tot de avond. En al wie een deel van hun kadaver aanraakt moet zijn kleren wassen en is onrein tot de avond. Alle dieren die een gespleten hoef hebben, maar waarvan de hoeven niet geheel gespleten zijn en die niet herkomen, zijn voor u onrein. Al wie ze aanraakt is onrein. Ook zijn alle zoolgangers, onder al de dieren die op vier poten gaan, voor u onrein. Al wie hun kadaver aanraakt is onrein tot de avond. En wie hun kadaver draagt, moet zijn kleren wassen en is onrein tot de avond. Ze zijn voor u onrein. Na de opsomming van de reine en onreine dieren zijn we nu gekomen bij een gedeelte over de verontreiniging die ontstaat door aanraking van dode, onreine dieren. Als eerste wordt uitgelegd hoe men moet omgaan met dode, onreine landdieren. Om dode dieren af te voeren is het nu eenmaal nodig om de dieren op te pakken. Wanneer dat is gebeurd, moet men de kleding wassen en blijft de betrokkenen onrein tot de avond. Na de formulering van de algemene regel wordt meer gedetailleerd uitgelegd welke dieren deze onreinheid veroorzaken. De eerste groep wordt gevormd door dieren die gespleten hoeven hebben en niet herkouwen. Deze dieren zijn onrein en hun kadaver mag niet aangeraakt worden. Wanneer dit toch gebeurt, is men onrein tot de avond. De tweede groep zijn de dieren die lopen op hun zolen. Het zijn dieren die geen hoeven hebben en daarom onrein zijn. Tot de zoolhangers kunnen wolven. Hyena's, beren, leeuwen, honden en katten gerekend worden. Iemand die het karkas van een dergelijk dier oppakt, is tot de avond onrein en moet zijn kleren wassen. Leviticus 11, versen 29 tot en met 31 Van de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen, zijn deze voor u onrein: de mol, de muis, elk soort pad, de gekko, de varaan, de hagedis, de skink en de kameleon. Onder al de kruipende dieren zijn die onrein voor u. Al wie ze aanraakt als ze dood zijn, is onrein tot de avond. In een nieuw gedeelte komen kleine landdieren ter sprake die over de aarde kruipen. De dieren, die tot deze groep behoren, worden genoemd. Het zijn kleinere dieren, die in de buurt van de tenten en huizen van de Israëlieten voorkomen. Wie een van deze dieren, als ze dood zijn, aanraakt, zal tot de avond onrein zijn. Leviticus 11, versen 32 tot en met 36. Verder is alles waarop iets van die dieren valt, als ze dood zijn, onrein. Elk houten voorwerp, of een kledingstuk, of een huid, of een zak, elk voorwerp waarmee werk verricht wordt, het moet in water worden gelegd, en is onrein tot de avond. Dan zal het rein zijn. En elke aardappot waarin iets van deze dieren valt, en alles wat erin zit, is dan onrein. U moet hem stuk breken. Welk voedsel dan ook dat wordt gegeten. Waarop water uit zo'n pot komt, is onrein. En elke drank die gedronken mag worden in zo'n kruik, welke ook, is onrein. En alles waarop iets van hun kadaver valt, is onrein. De oven en de bakpan moeten stuk gebroken worden. Ze zijn onrein, daarom moeten ze voor u onrein zijn. Een bron of put waarin water verzameld wordt, zal echter rein blijven. Maar wie hun kadaver aanraakt, is onrein. De genoemde dieren besmetten niet alleen personen, maar wanneer hun kadaver op bepaalde voorwerpen valt, worden die voorwerpen ook onrein. Het is opmerkelijk om te zien welke materialen genoemd worden: hout, textiel en huid. De materialen zijn poreus en kunnen gereinigd worden door ze in water te leggen. Wel moet men er dan rekening mee houden dat ze tot de avond onrein zijn en daarom niet gebruikt mogen worden. Anders is het met een aardenvat, waarin het dode lichaam van een van de genoemde dieren valt. Een dergelijk voorwerp moet vernietigd worden. Maar dat is nog niet alles. Ook de inhoud van het vat moet weggegooid worden, want ook die is besmet geraakt. Wanneer eten klaargemaakt is met water uit zo'n besmet vat, dan is het voedsel ook onrein geworden. Het is blijkbaar anders wanneer een dood, onrein dier in een put- of waterreservoir valt. Dan blijft het water in de put of het waterreservoir wel rein. Waarschijnlijk is deze uitzonderingsregel ingesteld uit praktische overwegingen. Het moet regelmatig gebeurd zijn dat kleine onreine dieren in een put- of waterreservoir vallen. Wanneer de put in dat geval onrein wordt, is er geen water meer. Uit deze regel wordt duidelijk dat de uitvoering van de wet een haalbare zaak moet zijn. Vers 36 geeft aan dat degene die het dode dier uit de put- of het waterreservoir haalt, wel onrein is. Leviticus 11, versen 37 en 38. En wanneer iets van hun kadaver valt op welk zaaigoed dan ook dat gezaaid wordt, dan blijft dat rein. Maar als er water op het zaad gegoten wordt en er valt iets van hun kadaver op, dan is dat voor u onrein. Een situatie vergelijkbaar met de put of het waterreservoir zien we bij zaad dat in de grond gezaaid is. Wanneer een dood onrein onreindier voorafgaande aan de irrigatie daarop valt, blijft het gezaaide graan rein. Anders is het. Wanneer irrigatie van het bezaaide veld heeft plaatsgevonden en er dan een dood dier opvalt. In dat geval wordt het gezaaide zaad onrein. In het eerste geval is de graankorrel nog afgesloten en omhuld door een beschermende laag. Daardoor kan de onreinheid van het kadaver niet binnendringen. Na de irrigatie is het zaad ontkiemd en wordt het vatbaar voor verontreiniging en is het zaad wel onrein. Leviticus 11, vers 39 tot en met 47. En wanneer een van de dieren die u tot voedsel dienen doodgaat, is hij die zijn kadaver aanraakt onrein tot de avond. Wie iets van zijn kadaver eet, moet zijn kleren wassen, en is onrein tot de avond. En wie zijn kadaver draagt, moet zijn kleren wassen, en is onrein tot de avond. Verder moeten alle kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen iets afschuwelijk zijn. Ze mogen niet geheten worden. Alles wat zich op de buik voortbeweegt, en alles wat op vier poten gaat, tot alles wat vele poten heeft, van alle kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen, mag u niet eten. Want ze zijn iets afschuwelijks. U mag uzelf niet tot een afschuw maken met al die kruipende dieren die zich zo voortbewegen. En u mag zich daarmee niet verontreinigen zodat u daardoor verontreinigd wordt. Want ik ben de Heere, uw God. U moet u heiligen en heilig zijn, want ik ben heilig. U mag uzelf niet verontreinigen met alle kruipende dieren... ...die zich over de aarde voortbewegen. Want ik ben de Heere die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken. Opdat ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want ik ben heilig. Dit is de wet met betrekking tot de dieren... ...de vogels en alle levende wezens die in het water krioelen... ...en alle wezens die zich op aarde voortbewegen... ...om onderscheid te maken tussen het onreine en het reine... ...en tussen de dieren die men eten... En de dieren die men niet eten mag. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee. Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.